doel. 15 kilo plusser vangen tijdens deze caravanvlog. Dus tijd om de spullen te pakken. In de jungle hoor ik iemand roepen. En is het een eend? Ditmaal is het geen eend. De eerste. Dit is een hele snelle stap maar, van... Hoeveel slaap ga jij krijgen? Ik hoop net iets meer dan vorige nacht, maar ik gok volle 3 uur. Welkom bij weer een nieuwe vlog en ook deze vlog die start weer in de auto. Ik ben op weg naar België, naar Niels van Vooren en dan gaan we hem social vissen op een heel gaaf Belgisch water. Een water met echt een bizar bestand en ik kijk ook naar uit. Ik heb regelmatig contact met Niels en ja, nou gaan we voor het eerste keer samen vissen. Dus ik ga de auto weer starten. Ik heb net even een dubbele espresso gehad. Ik ben er nog aan toe na het weekend. En dan zie ik jullie zo meteen aan het water. Tot zo! En ik ben er. Niels is hier aanwezig. Hij heeft de dresscode vandaag begrepen. Ja, klopt. Burgundy. En waar zijn we? Integra of niet? Integra. Ik ga proberen, we gaan sowieso proberen een mooie vis te vangen, gezellig social te maken. En ik heb een aantal keer in België gevist en ik heb nog nooit de 15 kilo plusser gevangen. Dan gaan we dat proberen, dat is dan het doel? Het doel, 15 kilo plusser vangen tijdens deze caravanvlog. Dus tijd om de spullen te pakken. Dit gaat mijn uitzicht worden, hier op het Integra. Heerlijk deze weersomslag. En toen ik thuis wegging was er nog windstil, nu begint die wind echt aan te zetten. Vang weer zou je denken. En toen ging ze beet melden bij Niels, dus ik ga even snel kijken of er vis aan hangt. Ik dacht dat er actie was, wat gebeurde er? Toch? Ik was er niet bij, maar ik denk dat er een gigantische vogel door de lijn hing. Want, ja. We hebben in ieder geval alvast een beetje beweging. Het hangertje ging eraf en daar stopte de actie. Kijk, helaas. Oké. Kan ik terug naar mijn stek die hier dus naast ligt. Wel zo gezellig tijdens de social. En dan ga ik mijn stek uitpeilen, zodat deze jongens een hengel weer in orde maakt. We hebben in ieder geval wat vissen zien springen op dit deel van het water. Dus dat belooft veel goeds. En deze keer is het geen eend. Hoop ik. Ik ben net bezig mijn hengels te klippen. En ineens hoor ik hier in de jungle hoor ik iemand roepen. En is het een eend? Ditmaal is het geen eend. De eerste. Dit is een hele snelle stap maar, van... Wil je even die bijl, anders gaat je... Tip trouwens, als je met een waterpak door het riet rent en je bent over een kop kleiner dan mij, check even hoe diep het is. Oh, lekker man. Dit weer is ook echt geweldig, hè? Eén dingetje is heel zeker. Normaal als hij afjankt, en, is het meestal rond 7 uur op die stek. Maar als hij nu afjankt, wil ik maar één ding zeggen, dat ze vol ter plaatse zijn. Dus, belooft, lekker dit. Het belooft. Oh, gisteren 30 graden, geen zuchtje wind. Vandaag warm, een beetje bewolking en wind. Ja, gaat dit hem dan zijn? Een snelle start. In ieder geval een snelle start, als hij groot is, weet ik niet. Maar, ja, voor mij maakt het niet uit, Kevin. Voor jou, jij hebt hem, doe ik niet. Nou, dan mag jij de topvis van het water vangen. Absoluut. Dan mag jij die spiegel van het diepje gisteren doorsturen. Oh. Het is het voorgerecht. Dus, dit is het voorgerecht. Ja, ik ben dol op appetizers. Oh, hij wordt wakker. Blijf wel voorzichtig hè, met die afstandstokken. Dus dat ik net iets anders drillen. Je moet er een klein beetje rekening mee houden. Maar En veel mensen denken, een hengel die moet je helemaal krom trekken, maar dit soort hengels zijn echt om te mappen. Helemaal niet. Beter doe je het gewoon echt voorzichtig. Uiteindelijk als hij goed gehaakt is, hangt hij toch. En als je ziet dat je er gewoon ook veel meer de tijd voor gaat nemen, dan ga je ook wel effectief mee vissen daadwerkelijk het land. We hebben gewoon een vis in de vlog. Hey! De gigant. De drukte maken, jongens. Ja, kunnen we hem mooi hier in het water doen. Tuurlijk. Mooi uitzetten ze. Goeie bouw. Super tevreden. Ja, dit is de bouw die we nu de laatste paar jaar uitgezet hebben. Een beetje een hongaarsras. Ze doen het goed. Ik denk dat deze vorig jaar uitgezet is en ondertussen al een kilootje of 4 à 5 gepakt heeft. Dus dat is bizar en dat zegt genoeg over het water. Deze gaan we terug vrij laten en ja, Kevin. Dan ga ik mijn hengels in orde maken. Ik kijk stiekem naar boven, boven de camera, want nu is het jouw beurt. Oh, mooi visje dit. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje konden verstaan, want het waait aan de andere kant van de bomen en het riet nogal hard. Dat is ook wel bizar, want ik sta hier dus uit de wind en het is echt plakkerig warm. Aan de andere kant fris en springende vissen, dus ik ga deze hengel snel klippen. Ik heb 3 hengels te gaan en dan 22 hengellengtes rechts bij Aas en dan ga ik ze uitwerpen, want dan ben ik in ieder geval aan het vissen. En ook ik ben aan het vissen. Het is nu het einde van de ochtend. Ik heb alle 3 mijn hengels ingeworpen. Vis op 22 hengellengtes waar het mooi schoon is. Ongeveer 6 meter diep. Niels zegt wel, ik vis wat dichterbij dan normaal op deze stek wordt gedaan. Maar ja, dit is wel afstand ook heel comfortabel met de 3 ponders die ik bij heb en 40 honderdste lijn. Mooi secuur kan vissen. En dat vind ik eigenlijk nou wel belangrijker dan dat ik het maximale eruit ga persen. Het is een mooi schoon, de wind staat op dit deel van het water, we hebben flink wat vissen zien springen, een stuk verder uit de kant en ook echt in de hoek waar Niels zit. Ja, ik heb 3 hengels, echt dus mooi belijntje, kilootje voeder overheen, alle 3 met een wafterrig met banoffee wafters op 2 hengels, gesookt in buttercon goo, knalroze wafter met squid goo op de andere hengel. En ja, we gaan het gewoon eventjes afwachten, ik ga snel de andere rotzooi boven opruimen en dan even lekker zitten. Vis nummer 2. Yes, vis nummer 2. Hij is al wat groter. Zal het zijn? Een keertje of 12? Ja, dat geeft hem zeker wel. Mooi. Heel leuk. Leuke weersomstandigheden. Ik denk dat ze in die hoek zijn gewaaid, die vissen. Ik ook. Inclusief die flamingo. Oh. Heel mooi, man. Op naar nummer 3, want in theorie zou 1 op de 3 hier 15 kilo plus moeten zijn. Hè? Dus je weet wat je te wachten staat. Je hoeft niet te wachten, Kevin. Gewoon alles uit te halen. Mooi, man. Woe! Fantastisch. We zijn uitgewaaid. Deze mag ook doen. Helemaal dronken gaan drinken, de hengels uitdraaien, naar de club. We hebben in ieder geval een excuus waarom nu even weinig gebeurt. Hè? Ja, klopt. We hebben net lekker gegeten en nu gaan we proberen een mooie vis voor jullie te vangen. In ieder geval Kevin, want Kevin is on a mission. Die gaan we proberen voltooien. In ieder geval, alles ziet er goed uit. De wind staat nog steeds onze kant op. De hengels liggen op scherp. ga dadelijk nog een klein beetje voer achterlaten. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Dadelijk gaan we er nachten. Hopelijk dadelijk een mooie vis. Dat hebben we wel verdiend. Nou, jullie hebben het gehoord. De missie is voor mij om een mooie vis te vangen. En nou, hopen dat de wind zo meteen iets afzwakt, want dan kan Niels namelijk ook goed opnieuw bijvoeren op zijn stek. Want daar heeft hij dus 2 vissen vandaag al afgeplukt. Bij mij ligt alles op scherp. Ja, dus eigenlijk gewoon afwachten wat de komende nacht en ook de ochtend gaan brengen. Het is met name een ochtwater. Het is ook echt een prachtig water. Het is om en bij de 15 hectare groot. Er zitten dus hele mooie, hele grote vissen. En ja, het is wel heel tof om hier een keer een nachtje mee te mogen vissen. Dus hopelijk gaat zich dat uitbetalen. En een hele mooie vis. We zullen zien. Bijna bedtijd, hè? Ja, maar nog niet helemaal. Net klaar met voeren. Net klaar met voeren, jullie zagen het net. Ertussen is het duisternis ingetreden. Komt deze beuker even langs. Oh, heel mooie vis. Hij gaf goed sport, dat wel, hè? Ja, even kwam je mee als een dode braaf. Ja, dat wel, ja. Hij begon niet heel sterk. Nee. Maar hij heeft al eerbiedwaardig zijn mannetje gestaan onder de hengeltop. Sport hebben we gehad. Het resultaat mag er zijn. Hopelijk knalt jouw hengel er ook van door, maat. Ja, ik laat jou van die kleintjes wegvangen. Ja, ik merk het. Ik merk het. Ik zeg tegen jullie bakkenwater, maar ja, moet het nog gaan waarmaken. Je krijgt flink wat actie, dus. In ieder geval super tevreden met deze. Yes. Snel een fotootje maken en dan mag je weer zwemmen. Yes. Hoeveel slaap ga jij krijgen? Ik hoop net iets meer dan vorige nacht, maar ik gok volle 3 uur. Het grote voordeel dat alle vissen tot nu toe van echt één van de hengels van Niels komen is dat hij nu s'nachts nog moet gaan spotten en ik lekker kan gaan slapen. Dat was het. Gaat er wel in, hoor. Dat was weer vroeg vanochtend. Ik was al echt vroeg wakker. Ik was op het water staan kijken en toen heb ik ook een vis op. Nou, een meter of 25 denk ik achter mijn stek zien springen. Dus dat is wel veelbelovend. En volgens Niels zijn het eigenlijk de komende uren dat hij hier wel vaak gaat. Hij heeft vannacht nog 1 vis bijgevangen. Ik hoorde op een gegeven moment ook wat boilies in de emmer gaan en dat soort dingen. Dus heb ik dus nachts lekker staan spotten. En ik zal eventjes de camera omdraaien, jullie laten zien. Nou, zoals je al ziet is de wind nogal gaan liggen ten opzichte van gisteren, ook al gedraaid. En ik vis dus hier deze richting in, 22 hengellengtes, dat is geloof ik net geen 80 meter. En ik heb hier dus net achter nog een vis zien springen. En hier ligt een soort van onderwaterberm naar die boei en dan ook door naar de overkant. En daar net achter heb ik ook een flink aantal vissen gezien in een zone eigenlijk hier waar je vanwege tuinen en dergelijke niet kan komen. Die vissen die weten echt wel dat ze daar veilig zijn. En Niels die pakt die vissen dus hier in de hoek. En hij pakt ze geloof ik ook allemaal op dezelfde hengel. Dus dat is ook wel opvallend. Dat hij met 3 hengels in die hoek vissen en dat ze allemaal op dezelfde stok komen. Ja, even afwachten wat het doet. Lekker genieten van mijn koffie. Dit is trouwens ook echt mega nice. Kleinste maat compact tasje. Dit is gewoon een toilettas. Deo, tandpasta, date, zonnebrand en handig, hè? Googelen, inklapbare tandenborstel, kleinste formaat, compact tasje. Die past dus zo in een heel klein vakje van mijn rugzak. Ideaal. Dus bij deze vergeet je tandenborstel niet. En hoop dat er ondertussen een vis uitkomt. Kom op, het zal zo mooi zijn. Ik heb nog een aantal uren te gaan. Niels die ligt trouwens echt in coma nog. Die heeft natuurlijk een wat onrustigere nacht gehad. Ik vergeef het hem. Yes. Jullie horen het op de achtergrond. Fantastisch. Ik had gezegd tegen Kevin: Kevin, je hebt alle moeite gedaan. En, het eerstvolgende is voor jou. Een hengeltje loopt af. En vrienden zouden vrienden niet zijn als je elkaar een visje gunt. We gaan nu even kijken bij Kevin. Hopelijk komt de drill tot een goed einde. En kan ook hij met een mooie Integra vis afsluiten op dit water. Nou ja, afsluiten. Het is uiteindelijk nog maar ochtend. We hebben nog wel een paar uurtjes. En we gaan het zien. Even een weg banen door de jungle. Er zit vast achter een steen of zo. Ai. De even... Ja, dan moet ik het komen. Ja. En hij gaat lijnen op deze afkomen. Niels zei ze leuk. Eerstvolgende aanbeet, hoe dan ook, die is voor jou. Maar niet uit of het jouw hengels of mijn hengels is. Palen dit. Heel jammer. Vis zat vast achter, eigenlijk vanaf seconde dat ik de hengel oppakte, vast achter een steen of zoiets, voelde hem schuren. En uiteindelijk een lijnbreuk, dus dat is nogal balen. Het had zo mooi kunnen zijn, maar ja, ook dit is vissen. Nou ja, die hengel maar weer terug, hè. We hopen dat het goed gaat komen. Nou, jij gaat vaker met de KWO-man op pad, en wat zeggen ze dan? Uiteindelijk komt het altijd goed. Altijd. Wat is dit nou weer? Hier, zelfs de honden die lachen me uit. Uit het niets een aanbeet, terwijl ik eigenlijk langzaam wat spulletjes ook begin op te ruimen. En ik pak de hengel op dat moment dat die vis eigenlijk niet meer aan het zwemmen. En ik draai. Want ja, die afstand misschien moet die vis wel naar je toe. Ik voel gewoon niks. Maar dat is wel duidelijk een aanbeet. Het is mijn dag niet. Ja, ook dat, dat is vissen, zeggen ze dan. Helaas, de sessie zit er weer op. Je hebt aardig wat vis gevangen, hè? Ik heb een paar visjes voor de lens kunnen houden. Jij helaas niet. Helaas. Zit niet altijd mee. Ja, dit soort visdagen horen er ook bij. Maar we gaan... Ik vind dat je afgelopen vlogs al genoeg dikke vis gevangen hebt. Nou ja, bij deze, ik heb het gehoord. Dus hopelijk in volgende keer van vlog weer meer resultaat. In ieder geval bedankt voor het kijken. En vergeet niet te subscriben op het YouTube kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer. En dan zie ik jou tot... ergens aan de waterkant. Ergens 2023 op een beurs of zo. Maar ja, dat gaat natuurlijk ook weer gebeuren, hè. Dus tot aan de waterkant, tot de beurzen. Hey, doei!